Ik snap er niks van dat er in een rijk land als Nederland het verschil tussen rijke en arme mensen zo groot is. Jullie willen het hebben over geld. Wat is je achtertuin? De realiteit is dat in Nederland het meeste geld zit bij de Hollanders. En ik was echt zo van, gaan we dit doen? Serieus? Wat zijn de belangrijkste vragen die jullie nu nog hebben? Of armen nou extra geld willen aannemen? Willen jullie een voedselpakket? Denken jullie dat jullie ooit nog uit de armoede gaan komen? Anderen lossen wel op dat het betaald wordt.